Welkom bij First Class. Vandaag zal ik voor jullie maken een risotto van maïs met boschampignons en bulberknollen. We beginnen eerst met water op te zetten. We gaan eerst water laten koken. Gezouten water. En in dat gezouten water, daar gaan we onze maïs in koken. Nu gaan we de maïs mooi kuisen. We snijden het achterste eraf en het voorste er ook af. Zo. Dan gaan we mooi de buitenste blaadjes eraf halen. Mooi de haren eraf halen. Dan gaan we de maïs mooi middendoor snijden. En nu gaan we heel mooi de graantjes eraf snijden. Dus eigenlijk zo. Met de mes naar beneden snijden. Dan gaan we eigenlijk mooi de buitenste graantjes eraf snijden. En de kern van de maïs, die gaan we niet gebruiken. Dan gaan we de maïs nog een keer goed spoelen. Dan gaan we de maïs eventjes opkoken, heel kort. De maïs, die hebben we heel kort gekookt, zodanig dat hij nog beethaar is. Nu gaan we verder en nu gaan we de boschampignons gaan plukken en gaan aanbakken. Nu hebben we de champignons geplukt. Nu gaan we die mooi aanbakken. Een beetje lookolie in de pan. Peper en zout, de champignons. Shallotje fijn snijden. Een klein beetje look. Nu gaan we de risotto mooi aanmaken. Dus eigenlijk wat maïsolie in de pan. En de shallotjes erbij doen. Met een puntje look. Dat gaan we mooi aanstoven. Niet laten bruin worden, maar gewoon lichtjes aanstoven. De maïs mag erbij. Een takje thym. Peper, zout. En nu gaan we dat mooi onderzetten met kippenfond. En dat gaan we gedurende een drietal minuutjes laten inkoken. Het vocht die is eigenlijk voor de helft verdampt uit onze risotto. En nu gaan we de risotto afwerken met zure room, platte peterselie. En een beetje citroensap aan toevoegen. Nu doen we de maïs risotto mooi onderaan het bord. Een klein beetje jus erin. En nu gaan we mooi het gerechtje afwerken met geraste bulberknollen. Dus ja, je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Voilà. Dit is een risotto van maïs met wat boschampignons, bulberknollen. Lekker vegetarisch gerechtje. First Class, smakelijk en tot de volgende keer.